In de individuele achtervolging rijden mannen een afstand van 4 kilometer, 16 ronden. Vrouwen rijden 3 kilometer, 12 ronden. Renners met de twee snelste tijden in de kwalificatie strijden in de finale om het goud en het zilver. Nummer 3 en 4 rijden in de kleine finale voor brons en plek 4. Aan elke kant van de baan start één renner en ze rijden tegen elkaar en de klok. De winnaar wordt bepaald door het rijden van de snelste tijd of als de een de ander inhaalt.